Ja, dan wil ik natuurlijk wel wat weten over de keuken. En dan echt de keuken. Ja, iedereen kent misschien wel die filmpjes van restaurants waar het op spitsuur is. En dat, de kok, de chef-kok die blert en schreeuwt tegen iedereen, is boos, zenuwachtig, gestrest, noem maar op. Hoe is dat in de Chinese keuken? Nou, als je een kijkje achter de schermen wil geven. In de Chinese keuken ben ik de tijgerkop die de schreeuwt. Dus ik heb ooit echt tegen mijn vader, die is chef-kok vandaag, echt zo schreeuwen. Ik zeg, hou je bek, ga maar je werk doen. Het is gewoon bekend gezellig, zoals in elke keuken van restaurants. Ja, in Spitu is echt oorlog, vooral op zondag. Dus echt oorlog in de keuken. Ja. En is het dan ook wel zo dat na afloop, na werktijd, dat het dan weer goed is? Of zijn dat dingen die door kunnen werken, dat het op dat moment niet altijd even vriendelijk gaat? Iedereen weet het wel. In een spitsuur maakt echt iedereen schreeuwt tegen iedereen, maar na het werk dan is het gewoon voorbij. Dus echt alleen, gaat alleen om werk. Mm-hmm. Ja. Okay. En dan, voor je het weet, zijn we 12 jaar verder. Ja. Zijn dat tropenjaren? Werd je er op een gegeven moment ook geestelijk moe van, als je dat niet al fysiek was? Ja, geestelijk moe, dat klopt. Dat voel ik gewoon echt zo. Want als je na zoveel jaren geen vakantie hebt gehad, echt alleen maar werken. En dan wordt ook nog steeds moeilijk, vind ik gewoon. Werk is niet zo erg. Maar echt het idee dat iedereen aan je zit. Wat bedoel je daar precies mee? Ik bedoel, kijk, de meeste horeca mensen hebben te maken met keuringsdienst van waren. Politieagenten, Chinese horeca, heb je ook een vreemdelingspolitie. En arbeidsinspectie, al die instellingen en vergunningen komen ze controleren. Je bedoelt eigenlijk de rompslomp, wat we noemen zo, de rompslomp eromheen. Die werd gewoon heel erg, ging op je drukken. Ja, dat klopt. Je kan niet normaal werken. Je moet echt zoveel tijd insteken om zulke dingen te regelen. Kun je wat voorbeelden geven en desnoods ook van zeg maar negatieve dingen die dan zeg maar die zwaar voor je waren, die het leven zuur maakten? Ja, ik zie alles heel positief in eigenlijk. Ik ben ooit een keertje gepakt door illegale in mijn... Klinkt heel positief. Ja, dat komt nog wel. Dus echt illegaal in mijn keuken. Ik werd gewoon gepakt, tuurlijk. En dan moet ik verhoor komen, interview door politieagenten. En daaruit blijkt dat de Nederlanders heel weinig weten van wij Chinezen. En daardoor is mijn boek ontstaan. Echt, het is gewoon inleiding geweest van waarom ik een boek heb geschreven. Ja. Dat komt door dat interview met de vreemdelingspolitie. Dat is wel eigenlijk heel negatief, dat ik gepakt werd door illegale mensen in mijn keuken. Maar ja, als dat er nooit geweest was, heb ik nooit een boek geschreven. Nee. En wist je op dat moment dat ze illegaal waren, maar je had gewoon mensen nodig? Of wist je het zelf ook niet? Ik wist het wel. Maar dan neem je dus een risico op een gegeven moment. En is dat ook omdat er zeg maar, mensen die wel verblijfs- of werkvergunning hebben, dat die heel moeilijk te krijgen zijn? Er is al heel veel jaren weinig goede sneeskort kunnen krijgen in Nederland. En toen dan moet je het wel risico nemen, want je zaak moet er wel gaan openen. En dan mijn vader, hij regelt eigenlijk alle personeels in de keuken. Ik buiten en hij in de keuken. Dus hij heeft dat geregeld, maar ik heb nooit de identiteitskaart van die kok gezien. Dan weet ik eigenlijk al dat het nou illegaal was. Want anders zou hij mij zeggen van, hey Ming, van even doorgeven aan de boekhouder dat hij nou vanaf vandaag komt werken. Ik kan me ook nog een gebeurtenis herinneren dat ik geloof een familielid of kennis per ongeluk een keer hielp en inpakte. Ook net op het moment dat er controle was en was weer boete. Waar of niet? Dat is helemaal waar. 6.000 euro. Ja, voor echt iemand die even... Ja. Dat kun je wel zeggen. Ik bedoel, het is duidelijk, als je fout zit, zoals net, dan geef je het ook toe. Maar dit was eigenlijk ongelooflijk, ongelooflijk domme pech. Ja, precies. Ja, dus vertel het nog even. Dat was een vrouw van mijn neefje, die was in Nederland. Die heeft wel verblijfsvergunning, maar nog niet zo dat die normaal kan werken. Dus ja, die heeft niks te doen en haar man werkte. Dus die kwam gewoon bij mij gezellig op bezoek, maar die dag was een chaotische dag. En ik was in de keuken, mijn zus was er buiten. En dus zij dacht, het was zo druk, dan gaat hij mij even wat helpen inpakken. En op dat moment kwam de inspectie binnen. En 6.000 euro.
Ja, ik weet weinig van de verdiensten natuurlijk van zo'n restaurant. Maar dan zit je misschien ja, de hele maand een beetje voor niks te werken verder. Is dat niet heel erg deprimerend? Zakte moet je dan niet in de schoenen als je zoiets overkomt? Of kan je dan toch weer diezelfde avond weer vrolijk en blij naar de gasten doen en lekker eten koken? ja, op dat moment voel je echt verschrikkelijk. Ja. Maar je hebt nog een andere gasten die graag eten wil hebben. Dus je moet gewoon door blijven koken. En als gasten binnenkomen, dan moet je nog blijf vrolijk doen. Dat is eigenlijk best wel zwaar. Eigenlijk wil je liever gewoon de deur sluiten en wegwezen. En dat flikken op, zoeken jullie maar uit, ik ga weg. Maar zo kan dat niet. Ja. Nee, je moet gewoon doorgaan. Uiteindelijk heb je de beslissing genomen om ermee te stoppen. Had dat hiermee te maken? Of waren er andere redenen? Waarom dacht je op een gegeven moment, het is nu mooi geweest? Ja, dit heeft zeker wel mee te maken met al die gedoe eromheen. Ik zei al, ik vind de koken nog steeds superleuk. Ik kook heel graag voor mensen. Echt nieuwe dingen uit te proberen. Maar alles omheen. En toen mijn zus niet meer was, die gaan een ander restaurant beginnen. En dan moet ik helemaal alleen doen. En dat is echt heel zwaar. En dat is ook niet alleen administratie en alles. Dat is niet iets voor mij. Voor mij is meer koken. Gewoon echt doen. Mensen leuke plezier mee doen, maar niet... Dus ik vind het gewoon eigenlijk goed geweest. Ik heb gewoon echt 12 jaar geprobeerd. En het is wel echt heel goed gelukt. Maar ik wil nu eigenlijk wat anders gaan doen.